Goedenavond. Nederland na de moordaanslag op Pim Fortuyn. Nederland waar de verkiezingen doorgaan. Verkiezingen waar niemand nog precies de betekenis kan van bevroeden. Vanavond proberen we een beetje de balans op te maken, alhoewel het nog vroeg is. We praten met minister Klaas de Vries van Binnenlandse Zaken, met de voorzitter van de Eerste Kamer Gerrit Brax, met Hans van Mierlo van D66, met Jan Nagel van Leef maar Nederland en met milieudeskundigen. We doen verslag straks ook van de stille tocht in Rotterdam. We kijken naar die mogelijke motieven van de vermeende dader en de vermeende medeverantwoordelijkheid van links voor het klimaat waarin dit allemaal is gebeurd. Om 8 uur vanavond aan de Coolsingel in Rotterdam begon de stille tocht ter nagedachtenis van Pim Fortuyn, met aan het hoofd van de stoet alle kandidaten van zijn lijst. Het was een massale opkomst zojuist bij het Rotterdam Stadhuis voor een stille tocht waarin anonieme pamfletten voor was opgeroepen. Gezien het belang van de stad Rotterdam dat wij onze grote man gisteren door het toedracht van een imbeciel verloren hebben, verzoeken wij ook namens de gemeenteraad en ook onze burgervader om deze demonstratie ten ere van Fortuyn ordelijk en fatsoenlijk te laten verlopen. Laten we wel die man in ere houden en onze stad hoog houden vanavond. Zeker weten! Ja, Zeker weten! Internationaal ook nog meer belangstelling voor wat er in het anders zo brave Nederland gebeurt. Aan het hoofd van de spontane stille tocht het stadsbestuur, burgemeester en wethouders. En verdere familieleden van Fortuyn en andere kandidaten van de lijst Pim Fortuyn, zoals João Varela en Matt Herbe. En de sfeer tijdens de tocht door het centrum van Rotterdam was vooral somber, gelaten en verslagen. Ja, het is eigenlijk een stem die weg is nou, die wij allemaal, voor mijn gevoel had ik nou een stem. Ik dacht van ja, die zegt wat ik wil en die is nou weg. En dat komt heel hard aan. En er is geen vervanger voor? Voor mijn gevoel niet. Dus ik stem ook gewoon op hem nog. Volgens de politie deden er 15.000 à 20.000 mensen aan mee en was de stoet 2 kilometer lang. Nee hoor, ik kan niet opstellen, maar dit mag niet in de democratie. Dat vind ik heel belangrijk. Dit mag niet kunnen. Iedereen, daarom loop ik ook mee. Je wilt iets doen, je zit gisteravond, je hebt een knoop, bij mij kwam er spontaan een knoop in mijn maag, die zit er nog steeds. Je hebt het gevoel helemaal machteloos te zijn en je denkt, ja, ik wil iets doen, ik moet iets doen. En dus. Iemand komt gewoon op voor zijn mening, hij komt gewoon uit voor zijn mening en dan, dan gebeurt er zoiets, het kan toch niet? Omdat ik niet denk dat het uitmaakt wat je stemt in dit geval. Dus u bent geen Fortuynstemmer? Ik stem GroenLinks. En u loopt mee omdat u... Omdat deze vorm van geweld gewoon niet kan. De tocht eindigde bij het stadhuis, waar zijn lijst bij de raadsverkiezingen 1/3 van de zetels had gekregen. En daar werd nog lang de naam van Pim Fortuyn geroepen. Ik denk... Ja. Dames en heren. Doe dit. Dames en heren. Mag ik uw aandacht? Ik wil u buitengewoon dank zeggen. Mede namens degenen die het initiatief hebben genomen voor deze stille tocht. Dat u dat hebt gedaan ter ere van Pim Fortuyn. Ik dank u zeer. En ik denk dat wij met elkaar de tijd moeten nemen voor onze emoties. Thank you.
dat was Rotterdam eerder vanavond. Willem Lust, hoe is het bij jou op dit moment daar? Rob. Ja, er zijn nog heel veel mensen zijn hier op de Coolsingel om te praten, om te discussiëren. Om te praten over Fortuin met name. Emoties lopen hier nog wel hoog op. Maar ik moet zeggen dat het was toch een hele mooie, indrukwekkende stille tocht die hier in Rotterdam was. Er zijn geen incidenten geweest. Zo toevallig één man is juist aangehouden door de politie. Dat was echt, dat was niet tekenend voor wat hier vandaag in Rotterdam gebeurd is. Het was waardig. Ja, het was in ieder geval niet agressief. Nou, absoluut niet. Er wordt natuurlijk veel gediscussieerd. Er zijn emoties, mensen zijn verdrietig, mensen zijn verslagen, mensen zijn teleurgesteld. Mensen weten het niet meer. Ik sprak juist iemand die wil helemaal weg uit Nederland nu. Heeft er geen geloof meer in. Maar er was niets van agressie of geweld of wat dan ook. Wat gaat er de komende dagen gebeuren? Weet jij dat? Nou, hier in Rotterdam is in ieder geval zo dat op de kathedraal aan de Mathenesserlaan, daar komt donderdag wordt daar de kist van Pim Fortuyn met het stoffelijk overschot wordt daar neergezet. Mensen kunnen daar naartoe gaan om hun laatste eer te brengen. Vrijdag is er dan ook een mis in die kathedraal ter herinnering aan Pim Fortuyn. En er is nog enige discussie over of er vrijdag opnieuw een stille tocht in Rotterdam moet zijn. De gemeentebestuur en de politie zeggen eigenlijk dat hadden we vandaag al gehad. Het is allemaal goed gegaan en iedereen heeft daar aan mee kunnen doen. En dat is goed zo. Vanuit de kringen van de lijst Pim Fortuyn wordt er nog op aangedrongen om vrijdag opnieuw hier in Rotterdam een stille tocht te hebben. Wat er vrijdag in ieder geval gebeurt is dat de kist met het stoffelijk overschot van Pim Fortuyn wordt vervoerd naar Driehuis Westerveld. Er is een grote begraafplaats. Fortuyn is opgegroeid voor een belangrijk gedeelte in Driehuis. Dat is een dorpje in de buurt voorbij IJmuiden, een ambtenarendorpje. En de familie heeft daar een familiegraf. Daar zal hij op vrijdag worden bijgezet voor enige weken. Want de bedoeling is dat hij daarna wordt vervoerd naar Italië. Hij heeft daar een buitenhuis, zoals je weet. En daar heeft hij enige tijd geleden een graf of een mausoleum gekocht. En daar wil hij blijkbaar zijn laatste rustplaats vinden. Willem, dankjewel. Goed, inmiddels bij ons aan tafel minister Klaas de Vries van Binnenlandse Zaken. Meneer de Vries, is de regering of zal de regering nog officieel vertegenwoordigd zijn bij de begrafenis of de rouwplechtigheden? Ik denk het wel, maar de premier Kok die zal daar nog met familie en ook met de lijst Fortuyn overleg over hebben. Maar u veronderstelt dat ja, dat tot een aanwezigheid zal blijven? Ik hoop dat dat zo zal zijn, ja. Oké. Heeft u enig idee of enig idee gehad de afgelopen weken? U heeft natuurlijk als politicus, PvdA, Fortuyn gevolgd, dat hij zo'n enorme worteling had in het volk. En al die mensen, die natuurlijk nu een extra emotie hebben, maar toch zo'n worteling had. Ja, ik geloof het wel. Ik heb tot niet al te lang voor de gemeenteraadsverkiezingen nog gedacht. Pim Fortuyn die zal flink scoren. Ook zoals we dat in Nederland nog niet gezien hebben. Mm-hmm. Maar daarna werd toch ook in de peilingen al heel snel duidelijk dat hij echt een enorme bres zou slaan in het electoraat van de oudere partijen. Dus ik had wel het gevoel dat dat zo was. En het is ook niet onbegrijpelijk, omdat wat je nou ook vindt van alles wat hij voorgesteld heeft, want daar kun je natuurlijk verschillend over denken, maar het was natuurlijk wel een echt mens die zichzelf ook helemaal gaf in de politieke discussie. En ook als je naar een uitzending gekeken had waarvan je dacht, nou, zijn er weer een paar dingen waarvan ik denk dat zou je toch misschien anders moeten vinden, dan had je in de afloop wel het gevoel dat er een echt mens gezeten had, een warm mens. Ja, is die in die tijd ook als een echt mens en een warm mens behandeld door de andere partijen? Ik weet het eigenlijk niet. Kijk, in die verkiezingstijd gaat het natuurlijk altijd wat hard toe. Moet er nou niet met terugwerkende kracht net gaan doen alsof andere partijen hem een beetje ruw behandelden en hij die andere partijen niet. Want hij was er juist zo goed in om heel trefzeker ook andere kwalificaties op te plakken en in de maling te nemen. Dus ik denk dat in de verkiezingstijd eigenlijk altijd zo gaat. Maar dat is wel de diepe emotie van een aantal mensen in zijn achterban. Links is de schuld van het klimaat waarin dit heeft kunnen ontstaan. Ja, dat vind ik echt ongelooflijk. Pim is zelf natuurlijk
Niet op zijn mondje gevallen. Daar heeft hij natuurlijk ook veel van zijn aanhang aan te denken, omdat hij recht voor zijn raap zegt wat hij denkt. En dat heeft hij ook over iedereen en alles gedaan. Die anderen moeten daartegen kunnen, maar in de politieke discussie moet je dan zelf natuurlijk ook kunnen incasseren. Maar ik geloof dat dus heel onjuist is. Ik vond het zelf een verkiezingstijd, ik ben er eigenlijk nog maar kort mee begonnen, ik heb het wel gevolgd. Mm-hmm. Ongekend levendig was, waar iedereen ook vreselijk zijn best deed om de eigen standpunten zo helder mogelijk ten opzichte van die van anderen neer te zetten. Dat is natuurlijk in Nederland tamelijk uniek geweest. Ja, mag ik wat anders vragen? Een deel van die achterban heeft ook vandaag weer gezegd, we hebben vanochtend vroeg was het, hè? Zo laat was het. Uitgebreid horen vertellen vannacht over de veiligheidsmaatregelen die wel of niet zijn genomen, wel of niet bedreigingen. En die achterban zegt vandaag weer, ook mensen van de lijst zelf, er is door hem gevraagd om de veiligheid, maar het is niet gekomen. Ja, dat is dus echt onjuist. Ik heb dat gisteren al uiteengezet. Ik heb met meer dan wie dan ook de afgelopen half jaar zelf ook aandacht gehad voor de veiligheid. In constant overleg met de BVD, geen enkele concrete aanwijzing kon vinden dat iemand misdadigs tegen Fortuin beraamde. Maar dat hij gevraagd heeft en niet gekregen, is vragen niet voldoende? Nee, pas u even op. Ik heb ook met de politie veel contact gehad. De politie is bij hem op bezoek geweest. De politie heeft hem ook gevraagd om aan te geven waar de bedreigingen vandaan kwamen. En ook gezegd, waarschuw ons onmiddellijk als er bedreigingen zijn. Maar u hebt ook uit andere bronnen in de krant ook gelezen dat hij zelf daar ook terughoudend in was. En dat hij wilde niet. Nou, dat zegt iemand bijvoorbeeld in de kranten. Mens had daar een interview over in de AD. En ik denk dat hij zelf ook dacht, nou, als men iets wil doen tegen mij, dan helpen die paar bodyguards ook niet. Maar er is dus heel nadrukkelijk contact met me geweest. En dat heeft hij ook op prijs gesteld. Dat heeft hij toen ook te kennen gegeven. Maar concrete bedreigingen, die heeft hij niet aan de politie overgelegd. Nee. Laten we even kijken naar Ruud Lubbers, oud-premier, tegenwoordig hoge commissaris voor de vluchtelingen. Als premier zelf moest hij niks hebben van beveiliging. Correspondent Twan Huis sprak met hem, met Lubbers, in Washington. Ook oud-premier Lubbers is aangeslagen door de moord op Pim Fortuyn. Vanochtend gaf hij een persconferentie als hoge vertegenwoordiger voor de vluchtelingenorganisatie UNHCR in Washington. Ook hier vragen over de moord op Fortuyn. Eén woord verbijsterend, afschuwelijk. En de tweede gedachte die je hebt, het is ook zo on-Nederlands. Daarom is het waarschijnlijk ook dat het ons allemaal een schok geeft, een verlamd als het ware. Dus dat was mijn eerste reactie. Ik was absoluut sprakeloos toen ik belde mijn vrouw gisteren. Dat was Amerikaans tijd 2:00, dus dat was in Nederland 8:00. Dat was 2:00 daarna. En ik had geen woorden. Ik zei, ik bel je dadelijk wel terug. Ik kon er eigenlijk niet over praten. De meeste Amerikaanse kranten brengen het bericht over de moordaanslag op de voorpagina. De rechtse krant, de Washington Times, benadrukt vooral de homoseksualiteit van Fortuyn. Denkt u dat deze aanslag in de toekomst repercussies zal hebben voor de beveiliging van Nederlandse politici, ministers, minister-president, leiders van een partij? Ik wil daar eigenlijk niks over zeggen. Ik moet er ook nog goed het me door laten dringen, de afschuwelijkheid van wat er gebeurt. Ook het karakter, het ongelooflijke en het onmogelijke. En ik ben er eerlijk gezegd niet toe om te denken in beleidstermen wat je dan met beleid weer mee moet doen. Kent u elkaar? Niet goed. Ik heb natuurlijk Pim Fortuyn wel eens ontmoet. Hij was een felle criticus. Ik heb hem ook, geloof ik, al eens als hoogleraar ontmoet. Dus ik kan niet zeggen dat ik hem goed kende, maar ik zeg, wie kende niet Pim Fortuyn? Dus ik kende hem ook. Dank u wel. Meneer de Vries, het is toch een bekend patroon. Er wordt veel gepraat over beveiliging. Er is steeds een sfeer geweest van bedreigingen. U zegt hij heeft nooit concreet gevraagd om iemand om hem heen. Hij heeft nooit concreet kunnen maken wat het was. Maar is het toch niet de verantwoordelijkheid van de politie om op een gegeven ogenblik te zeggen, die sfeer wordt zo bedreigend, wij zetten gewoon iemand erbij.
Ja, hij heeft natuurlijk bij de gemeenteraadsverkiezingen begeleiding gehad. Ja. De politie heeft hem ook gevraagd om aan te geven waar hij zou optreden in verkiezingstijd. Maar dat heeft hij niet willen doen. Dat was geloof ik ook beleid van de lijst om dat niet van tevoren aan te kondigen. Juist omdat hij bedreigd werd waarschijnlijk. Nee, want kijk, als je bedreigd wordt, dan moet je natuurlijk ook aan de politie de informatie geven die de politie dan kan gebruiken om die bedreiging te analyseren en daar wat tegen te doen. Maar kijk, in Nederland hebben we dus niet een systeem, ik luister net naar de heer Lubbers, waarbij om politici 10 bewakingsmensen rondlopen. We hebben een systeem, godzijdank vind ik, waar mensen gewoon op straat lopen, gewoon winkelen, gewoon ook bereikbaar zijn. En ik zou het echt een ramp vinden als we dat moesten opgeven. Want we hebben het nu wel eens over een kloof tussen de burgers en de politiek, maar als mensen zich ook niet meer gewoon kunnen bewegen, wordt dat veel erger. En ik vind eigenlijk uit zo'n stille tocht, als ik nu zie wat de mensen daar zeggen in deze reportage, van fortuinaanhangers natuurlijk, maar ook anderen die zeggen, ja maar zo willen we toch niet met elkaar leven en zo willen we toch ook niet met elkaar politiek bedrijven. Dan geloof ik dat dat toch eigenlijk de motivatie moet zijn om te zeggen, laten we in vredesnaam proberen met elkaar om een land te houden waar je met elkaar politiek in debat gaat zonder dat daar geweld aan te pas komt. Ja, dat is natuurlijk waar, maar de vraag blijft, had de politie actie moeten ondernemen. Het ziet ernaar uit dat de heer Fortuyner zelf niet aan meewerkt. Maar ik begrijp wel dat u toch nader laat onderzoeken of de politie daar een steek heeft laten vallen. Nee, absoluut niet. We brengen wel heel nauwkeurig in kaart wat er nu precies allemaal aan bedreigingen geweest is. Maar het zou ook zo geweest zijn dat als de BVD of de politie bij minister Kortals overigens, die over die beveiliging gaat, of bij mij gekomen was met de mededeling, wij hebben concrete aanwijzingen dat er iets tegen Fortuyn beraamd wordt. En we weten ook ongeveer te lokaliseren in welke hoek dat gevaar zit, dan hadden we zonder dat iemand daarmee instemde die beveiliging toegevoegd. Goed. Wij gaan weer terug naar Rotterdam. Rotterdam waar de hele dag al duizenden mensen op de been waren om rouw te uiten in verband met het overlijden van die beroemde stadsgenoot. Dat gebeurde, zag u, op de Coolsingel, maar het gebeurde ook letterlijk op de stoep van het huis van Fortuyn zelf. Fortuyn was een man uit duizenden en toen ik gisteren hoorde dat hij doodgeschoten was, heb ik niet meer gegeten, tot nu, omdat ik zit echt met een brok in mijn keel. En waarvoor moet het die man? Het was toch een man uit duizenden, wie deed hij nou kwaad? En toen zei ik tegen mijn vriendin, ik zeg, we moeten naar Rotterdam om de laatste eer te bewijzen aan vriend Pim. Het is natuurlijk heel tragisch wat er is gebeurd. Ik bedoel, al was het iemand anders geweest, dat kan gewoon niet. Ik denk dat je als mens, als Nederlander zijn, en dat je gewoon iets moet doen, een gebaar moet laten zien. Ik moet zeggen, ik sta eigenlijk zelf nog een beetje perplex. Ik hoorde het gisteravond en we hadden echt zoiets van, het kan niet waar zijn. Waarom in godsnaam? Ik ben geschokt en ik ben gaan bidden en ik ga bij hem mijn psalm 123 neerzetten. Niet alleen voor hem, maar voor iedereen die anders denkt. En dat licht in de hersens van de mensen komt om dit nooit, nooit meer te laten gebeuren. Je suis là devant la maison depuis Fortuyn et des centaines de personnes défilent, profitent sans aucun doute du temps de midi pour venir déposer une gerbe de fleurs ou un mot. Alors l'atmosphère est au recueillement mais aussi à la colère car beaucoup accusent les médias et les partis politiques traditionnels d'avoir diabolisé Pim Fortuyn. En er is een zogenaamde fasciist. Ja. De tweede op zijn lijst is een donkere jongen. Ja. En hij is zelf homo. Nou, heb je wel eens een fascist gezien die dat alle twee had? Zij hebben toegestaan, en wij hebben dat mede toegestaan, dat onze maatschappij verwoord is tot wat hij nu is. En het resultaat zien we daar. Ik denk dat hij was de eerste die durfde te zeggen wat er aan de hand was. En als jij ook wat gedaan, had je het ook geweten. Ja, het klinkt als een cliché, maar hij zei wat wij dachten. Veiligheid, fatsoen. Een fantastisch idee. Iemand die in korte tijd zoveel los kan maken bij zo'n groep bevolking. Want in die zijn allemaal fantastische mensen. Als je dit kan, heel groot. Absoluut heel groot. De angst in Nederland groeit. We hebben een invasie.
twee dagen geleden was er iemand op de radio die zei, we hebben een invasie. Hij werd gelijk afgekapt. Ja, tuurlijk. Je mag hier toch niks zeggen? Nee, de buitenlanders moet je allemaal... Ze krijgen allemaal een fokpremie. Krijgen ze 10 kinderen, krijgen ze kinderbijslag. Een fokpremie krijgen ze hier. Nederland is niet vol. Nee, we zijn te verdraagzaam. Pim heeft het gehad over de realiteit. En Nederland, laten we eerlijk zijn, Nederland is vol. Snap je? Dus Nederland, waar moet dat heen? Wij hebben ook onze kinderen die hier grootbrengen. En wij als allochtonen maken ons ook zorgen om wat er nu met Nederland gebeurt. Het gaat niet alleen om Pim Fortuyn. Want laat me eerlijk zeggen, heel veel allochtonen hebben in Rotterdam voor Pim Fortuyn gestemd. Hij was voor mij geen racist, maar gewoon een rechtvaardig man. Die probeert voor niets iets te maken dat moeilijk was. Ik hoop dat de mensen harten, dat alle mensen, ook in de politiek, nu wakker zijn geworden. Nou, geloof het niet. In de politiek wakker, meneer gaat toch weg? Nee. U lacht er eigen rot, volging Rozemuller. Ja, Rozemuller. U lacht er eigen rot dat het dood is. Toch blijf ik hopen, want dat is de redding. Blijf hopen, ja. Dat u 100 bent en dan ben je dood. Maar blijf maar af, de lijst voor tuin staan. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En die jongens zoveel steun geven dat ze doorgaan. Want dit kost Nederland. We gaan allemaal aan de klok. Samen zullen we het moeten doen. Allochtoon, autochtoon. Samen vormen wij in Nederland. Snap je? Wij zijn ooit hier naartoe gekomen, wij vormen ook een deel van dit land en samen moeten wij dit land tot een vreedzaam en een leefbaar land maken, snap je? En als wij elkaar gaan bevechten en dat het tot dit soort situaties, dit soort escalaties leidt, dan denk ik, dan zijn we nergens. Nog de autochtonen, nog de allochtonen. Jan Eikenboom staat nog steeds bij het huis van Pim Fortuyn. Jan, hoe is de situatie daar nu? Nou, dat is heel erg opvallend. Je zou verwachten dat het rond deze tijd wat rustiger zou worden. Nou, het tegendeel is waar. Er komen nog steeds meer en meer mensen bij. De wachttijd op dit moment is 2,5 à 3 uur. Nou ben ik hier de hele dag geweest en ik moet zeggen, het is toch wel, het heeft iets heel erg ontroerends om al die mensen te zien uit al die lagen van de samenleving. Want werkelijk, iedereen komt hier. Directeuren, mensen in de WHO, jonge mensen, oude mensen, autochtonen, maar zoals je net ook hebt kunnen zien, ook veel allochtonen die hier allemaal samen zijn gekomen om het verdriet over het verlies van Pim Fortuyn met elkaar te delen. Het was vanmiddag een bijzonder moment even toen ook de naaste familie van Pim Fortuyn hier was. De broer van Pim Fortuyn die sprak de mensen toe. Hij bedankte ze voor hun komst en hij bedankte ze ook vooral voor de waardige manier waarop de herdenking tot dusverre is verlopen. Ik stel voor dat we daar even naar gaan kijken. Pim was een man met eruditie. U toont dat ook. Help ons alsjeblieft. En maak dat we met z'n allen waarde van Pim afscheid kunnen nemen. En dat wij Nederlanders, als mensen met eruditie, verder gaan. En misschien nog wat kunnen doen met het erfgoed wat Pim heeft achtergelaten. Ik zou het hierbij willen laten. Namens mijn broers, mijn zussen, zwager, schoonzussen, de kinderen van de broers en de zussen, heel hartelijk dank en wij gaan nu naar Pinterest. Hoe is het nu met de familie? Nee, we zijn allemaal in een shock. We kunnen het niet begrijpen. We vinden het verschrikkelijk voor onze broers, zonder enige twijfel. Maar we vinden het ook verschrikkelijk voor de Nederlanders, voor de politiek, eigenlijk voor iedereen. Het is zo jammer. We zijn een staat met een Nederland met eruditie. We hebben eeuwen geen politieke moorden gehad. En helaas, nu hebben we er een.
vind het heel, heel erg. Als u kijkt naar de reactie van de mensen, biedt dat enige troost? Enorm veel, dat heb ik proberen te zeggen. En wat ik bijzonder, bijzonder op prijs stel, moet ik even kijken. Hè? Moslim met een mening valt onder onze geloofsovertuiging. Ik moet zeggen, dat zal ons deze dagen bijzonder helpen om dus dit leed met elkaar te kunnen dragen. En nogmaals, ik zou een oproep willen doen. Laten we alle inwaardigheid afscheid van Pim nemen. Alle Nederlanders die dat willen. Ze kunnen komen, we zorgen ervoor. Ze kunnen afscheid van hem nemen. Laten we het waardig doen. En laten we datgene wat hij toch naar ons heeft proberen te brengen, meenemen en er wat mee gaan doen. Als Pim Fortuyn dit zou kunnen zien, wat zou hij hiervan denken? Ja, ik weet dat niet. Dat kan ik moeilijk invullen over. Mag ik nu gaan? Dank u. Dank u wel. Jan, je hebt vandaag met veel mensen daar gesproken. Hoe reageerden die op het medeleven vanuit Politiek Den Haag? Nou, met name voor de woorden van Kok is hier toch heel erg veel waardering. Men vindt dat hij mooi heeft gesproken, dat hij de gevoelens goed heeft vertolkt. Over de rest van de politiek, de gevestigde politiek zoals men dat hier noemt, is men toch vooral bitter. En de namen die hier vandaag vooral veel vallen, dat zijn die van Ad Melkert en van GroenLinks-fractievoorzitter Paul Rozemuller. En die worden hier geduid met termen als hypocriete huichelaars. Van hen moet men hier niks meer hebben. Maar ja, vraag je dan aan ze, wat gaat u dan nu stemmen? Nu de lijst Fortuyn zonder Pim Fortuyn is. En uiteindelijk zegt toch iedereen, we gaan toch die lijst Fortuyn stemmen. Want, vindt men, die vernieuwing in de politiek, die moet er hoe dan ook komen. En er heerst hier dan ook grote tevredenheid over het feit dat de verkiezingen op 15 mei gewoon zullen doorgaan. Goed, Jan, dankjewel voor dit moment. Ja, de andere namen op de lijst, Pim Fortuyn, die mochten het zeggen, leek het wel vandaag een beetje. Het kabinet wilde pas een beslissing nemen over het doorzetten van de verkiezingen nadat ze met die anderen hadden gesproken. En dat gesprek dat was er vanochtend op het Catshuis en Tonko Dop doet verslag. En het begint met een taart. We hebben het gezegd, de Hammerstein heeft het ook nog gezegd. Het begint met een taart, daarna worden het steen en even later is het een kogel. Het is godverdomme nog waar geworden ook. Het is de day after. De partij zonder lijsttrekker is uitgenodigd op het Catshuis. De lijst Fortuyn wil dat de verkiezingen doorgaan. Premier Kok laat het nog even in het midden. Het gesprek van vanmorgen heb ik zelf ervaren als zeer emotioneel, ook als zeer waardevol. Omdat hier mensen bij elkaar waren. Er was ook een van de broers van Pim Fortuyn bij, die hun emoties hebben, hun verschillen van opvattingen over wat ons politiek bezighoudt, maar allemaal doordrongen van het diepe besef dat de toekomst van ons land en ook de eensgezindheid, ondanks alle verschillen binnen ons land, van grote betekenis zijn. Als de verkiezingen op 15 mei niet doorgaan, wat zijn dan uw afwegingen? Het lijkt me verstandig dat u de regering even de gelegenheid geeft tot een afweging te komen en dan kan die worden toegelicht. Dank u wel. Ruim twee uur later maakt Kok bekend dat de verkiezingen op 15 mei doorgaan. Bij het hoofdkwartier van de lijst Fortuyn wordt dan nagedacht over een toekomst zonder Pim. Zijn gedachtegoed leeft voort bij ons in de partij, de mensen die in de toekomstige fractie zitten. We gaan gewoon dat doen. Want wij zijn het verplicht naar Nederland en naar de Nederlandse burgers. En dat geldt niet alleen voor de Nederlanders, maar ook voor de vreemdelingen die hier aanwezig zijn. Want ook voor hen moeten wij een betere en een sociaal rechtvaardiger maatschappij bouwen. En dat heeft niets te maken met links en dat heeft niets te maken met rechts. Het heeft te maken met respect. En ja. Wie wordt de opvolger van Fortuyn? Dat is nog niet aan de orde. We hebben wel een idee, maar dat gaan we volgende week, of dat gaan we deze zaterdag beslissen. De heer Fortuyn is nog boven de grond. En zolang blijft hij onze lijsttrekker. Pim Fortuyn is niet op te volgen, dus er komt geen opvolger voor Pim Fortuyn. Volgens mijn informatie is het ingevolge de kieswet mogelijk dat je ook op een overleden lijsttrekker je stem uitbrengt.
En we zouden het een treffend eerbewijs vinden aan Pim Fortuyn als de mensen gewoon op Pim stemden. Al jarenlang worden wij in Nederland geteisterd door linksgeweld. Dat is geweld waarbij je Shell stations in de brand steekt omdat Shell de Brent Spar wil laten zinken in de Noordzee. Ja. Of in de oceaan was dat, geloof ik. Dat is het macro's in de brand steken, omdat de SAV in dat tijd ook in Zuid-Afrika actief was. En we hebben het met die taartgooiers gezien. Dat is dan zogenaamd ludiek, hoewel ik niet begrijp wat er ludieks aan was, hoor. Een taart gevuld met smerigheid. We hebben de koppen van de mensen die dat gedaan hebben allemaal mooi op de televisie kunnen zien. We hebben de heer Hammerstein een aanklacht laten indienen. En er is niets gebeurd. En nou dit, en dan gaan we dat eens opruimen. Want we weten toch wie dat zijn en de mensen die dat doen. Het wordt tijd dat we daar eens tegen optreden, want dit is onacceptabel in een fatsoenlijk land. Bedoelt u dat de gevestigde partijen mede schuldig zijn aan dat vermeende klimaatverhaal? Het is het gedoogbeleid, meneer. Hè? We gedogen dat allemaal maar. Het is een beetje vreemd om woordvoerder te zijn van een overledene. Maar zijn ideeën zijn springlevend. En die ideeën die heb ik de afgelopen maanden vele malen gehoord in de honderden interviews die hij gegeven heeft. En niet alleen ik, maar ook mijn collega's, we kunnen ze dromen. Dus, en omdat naar onze inschatting misschien wel 2 miljoen mensen hun stem op Pim straks zouden hebben uitgebracht, hun hoop op Pim hadden gevestigd, kunnen wij het gewoon niet ons veroorloven ons nu terug te trekken en de handdoek in de ring te gooien. Heeft u zijn vriend Harry Mens gisteren gehoord? Die zegt, schaf de partij af, want Pim zou hem verteld hebben dat hij niet zoveel fiducie had in de mensen op de lijst. Nou, wat de heer Mens gisteren gedaan vind ik onbegrijpelijk. En ik neem aan dat hij door verdriet dusdanig zijn verstand had verloren dat hij dat soort domme dingen heeft gezegd. Hij heeft 50 kandidaten hier ernstig beledigd. Dat kan toch niet aan de orde zijn. En al dat gezeur over Pim zit op een wolkje en kijkt naar beneden. Nou, sorry hoor. Hij gaf zelfs een stemadvies. Stem Dijkstra of Balkenende. Ja, of toch wel even over op de PvdA. Nou, dat willen we toch niet meer. Ik wil er zelfs aan toevoegen dat wij deze verkiezingen niet willen misbruiken om een groter resultaat neer te zetten. En ik meen het echt als ik zeg, als u voor de moordaanslag iemand anders in gedachten had, een andere partij in gedachten had, stem dan op die partij. Stem alleen op Pim als je met zijn ideeën eens was. Voorlopig hou het maar even op het gezicht van de heer Fortuyn. Niet die vreselijke foto in de kranten. Maar gewoon zoals we hem kennen. Vrolijk, een beetje guitig. Altijd in voor een grap. En heel direct. En misschien snel boos, maar het ook zo weer vergeten. Tot gisteren voerden ze hard campagne tegen hem. Vertwijfeld haast over zijn onstuitbare opmars in de peilingen. Maar na Fortuyns dood wordt de LPF geheel omarmd door de bestaande politieke partijen. Je zou haast kunnen zeggen geheel volgens het bekende poldermodel. Wouter van Scherrenburg doet verslag. De Eerste Kamer en premier Kok gedenken Pim Fortuyn onder toeziend oog van de lijst Fortuyn-kandidaten. De vleiende woorden van senaatsvoorzitter Gerrit Braks moeten kandidaten genoegen doen. U kunt gaan zitten. Laat ons niet de verkeerde lessen trekken uit zijn tragische einde door de open democratie in Nederland minder vrijheid te schenken. Dan zouden de vijanden van die open democratie het winnen en de traditie van de Nederlandse samenleving geweld worden aangedaan. Dat mogen wij de nagedachtenis van deze speelse en sierlijke politicus met een groeiend formaat niet aandoen. Meneer Herbe, mag ik even iets vragen op weg naar de Thorbeckezaal? Zegt u? Ik heb geen commentaar. Hoort u zo. Maar wat vindt u van al die loftuitingen die nu en het eerbetoon aan Pim Fortuyn? Terecht, maar een beetje laat. Te laat, zei u? Een beetje laat.
En dan mogen de nieuwelingen aanschuiven bij de zittende lijsttrekkers. Die luisteren voor het eerst naar de waarschijnlijke opvolger van Pim Fortuyn, de onbekende Winnie de Jong. De kiezers vertrouwen Pim, dat hebben ze tot nu toe ook gedaan. En als Pim mensen eruit pikt, toen ik solliciteerde waren er 500 sollicitaties per dag. En hij heeft bijzondere mensenkennis en heeft mensen eruit gehaald waar hij precies van wist eigenlijk, van die kunnen mijn verhaal overbrengen. En na afloop worden collegiaal handen geschud. De harde toon en de animositeit richting Fortuyn zijn verleden tijd. Maar wat betekent dat na al die weken keihard campagne voeren voor de geloofwaardigheid van de zittende partijen? In de campagne in de afgelopen maanden is er behoorlijk duidelijk, scherp, soms ook hard gedebatteerd. Niet alleen door sommige partijen bij de gevestigde orde, zoals ze zeggen, maar ook door Pim Fortuyn. En dat gebeurde op het scherpst van de snede en met open vizier. En overigens, dat bleek ook in de afgelopen debatten, zonder persoonlijke rancune. Zo hoort het ook in een democratie. Je hoeft er niet met elkaar eens te zijn. Buiten de debatten werd de gevaarlijke man genoemd, de rattenvanger van Hamelen. Iedereen stond elkaar te waarschuwen voor zoiets als Fortuyn. Nu wordt hij ja bijna heilig verklaard, krijg ik de indruk. Ik verklaar niemand heilig. Ik heb alleen wel enige prioriteit voor iemand die als gevolg van een moordaanslag zo verschrikkelijk aan zijn einde is gekomen. Dat is logisch. En wat ik zeg over de campagne en over de verkiezingen is dat Pim Fortuyn dat scherp deed en met behoorlijke stevige beelden over mensen. En dat hij terug ook ontving van mensen die met hem eens waren, ook forse kwalificaties. Maar dat allemaal in het kader van een democratie. En iedereen die een suggestie pleegt van door die scherpe tonen zijn er allerlei andere krachten mogen komen waar dit het gevolg van is. Ja, die moet nog eens heel verstandig zijn aan nadenken. En dat men nu met respect en pietiteit over Pim Fortuyn spreekt, die is overleden na een moordaanslag, dan vindt u het onlogisch, ik niet. Maar ik heb wel gisteren in Rotterdam heel veel mensen horen roepen van, ja, nu vinden ze het allemaal zo erg in Den Haag, terwijl ze voor die tijd Fortuyn verketterden. Dat leeft wel bij zijn aanhang. Kunt u zich dat voorstellen? Eerlijk gezegd, ik kan me alle emoties voorstellen. En zeker, het is nog geen dag geleden dat het is gebeurd. Dus dan zijn alle emoties en alle hevigheid aanwezig. Het enige wat ik zeg is, maak een onderscheid tussen het politieke verschil van mening wat met persoonlijk respect kan worden gevoerd en dat ook op scherpst van de snede en met stevige bewoording aan de ene kant en aan de andere kant datgene wat niemand elkaar ooit zou toewensen en wat in een democratie absoluut onaanvaardbaar is aan de andere kant. Want dat is nou gebeurd en dat verenigt alle partijen. Dat heeft u ook de woordvoerders van de lijst Pim Fortuyn horen zeggen. Bij de VVD is hij een gevaarlijk man genoemd, een rattenvanger van Hamelen. Nu heeft iedereen toch een zeer, zeer gematigde toon, omdat volgens D66 deze daad partijen verenigt. Maar zal zijn achterban het geloven dat nu in één keer Den Haag zoveel lof over die man is? Ik denk dat elke politicus dat zelf maar moet beantwoorden, die vraag. Het is voor mij heel moeilijk hier te treden in uitspraken die andere politici nu doen, in het perspectief van wat zij zelf eerder over Fortuyn hebben gezegd. Laat ik hier nou bescheidenheid betrachten en me daar niet over uitlaten, maar zeggen wat ik als Jan Marijnissen over Fortuyn heb gezegd in het verleden, en dat is allemaal verifieerbaar. En hoe dat verder bij mensen is overgekomen. Bij u is er dus niks veranderd? Nee, absoluut niet. Ik zeg nu exact hetzelfde over Fortuyn als wat ik gezegd heb, wat niet wegneemt dat ik natuurlijk ontzet ben over wat daar gebeurd is. Ik bedoel, dit is een volslagen unicum in Nederland, maar in heel Europa, dat een lijsttrekker aan de vooravond van de verkiezingen wordt vermoord. Ik ken er geen enkel ander voorbeeld van. Ik ben ontzet. En kan dus ook heel goed begrijpen dat de mensen die in hem degene zagen die hun mening nou eens zou gaan vertolken, al was dat niet mijn mening, maar hun mening ging vertolken in Den Haag, die hun weer hoop gaf en zelfs weer enigszins vertrouwen mogelijk in de democratie, dat die hun nu ontvallen is en dat die mensen verontwaardigd zijn. Ik bedoel, dat is voor mij zo klaar als een klontje. Ik heb daar geen problemen mee. Je hebt er ook geen problemen mee dat veel Fortuyn-aanhangers roepen dat zijn moord, de moord op hem, de schuld is van extreem linkse partijen? Ja, maar ik voel me niet aangesproken. Hele linkse partij, hè? We zijn een hele linkse partij. Dat hebben we ook nooit onder stoelen of banken gestoken. Ik weet ook dat er binnen de gelederen van, ik bedoel, dat heeft onlangs ook in de krant gestaan, van Fortuyn ook respect bestond. Dat heeft Fortuyn zelf ook gezegd over wat de SP in de Kamer jaren gedaan heeft. Dus het is niet zo, ik heb nooit met enige minachting of dédain over Fortuyn gesproken of de mensen die hem aanhangen. Ik heb wel gezegd,
en gewaarschuwd, let wel, als u Fortuyn stemt, dan stemt u hierop. U kunt ook ergens anders op stemmen als u niet voor paars bent. Dus wordt niet aangesproken door dat verwijt, dat extreem links dat heeft veroorzaakt samen met de pers overigens? Nou, ik wil er nog wel één ding over zeggen. Kijk, Fortuyn was zelf natuurlijk ook geen watje. En ik ben ook geen watje. En helaas wordt hij met mij niet in debat, dat vond ik heel jammer. Maar natuurlijk hebben wij ook als partij heel duidelijk gezegd wat we over Fortuyn vonden. Maar hij was zelf ook een man van de bravoer, van de glamour, enzovoort, enzovoorts. Dus hij kon ook wel tegen een stootje, maar niet tegen drie kogels. Dat is van een hele andere categorie. Dat heeft niks met woorden te maken. Helemaal niks. Goed, hier aan tafel zitten de voorzitter van de Eerste Kamer, Gerrit Brax. We zagen het net al in de reportage. Oud-minister van Buitenlandse Zaken Hans van Mierlo en publicist Paul Scheffer. Over die enorme loftuitingen aan het adres van Pim Fortuyn door met name de gevestigde politici. Hè? Wat vindt u daarvan, meneer Scheffer? Nou ja, ik denk dat wat men tot uiting wil brengen is toch het besef dat iets onherstelbaars is gebeurd. We gaan straks naar de verkiezingen, maar iedereen beseft dat dat andere verkiezingen zullen zijn. Iemand met het talent van Fortuyn om in ieder geval de zwakte van die gevestigde partijen bloot te leggen, die zul je niet snel meer vinden. Maar stond u er niet van te kijken dat de mensen die het juist doen een paar dagen geleden nog erg hard op hem insloegen? Nou ja, ik vind in ieder geval, als ik mijn eigen persoonlijke houding er tegenover zou mogen bepalen, om te beginnen, dan vind ik dus de burgermoed van Fortuyn, met alle meningsverschillen die je met hem zou kunnen hebben en zou moeten willen hebben, maar de burgermoed van een eenling die het opneemt tegen zoveel tegenkracht, vond ik in ieder geval iets om te waarderen. En ik begrijp dus wel dat men daar nu van doordrongen raakt, dat dat iets heel bijzonders was. U vergeleek hem met Erasmus, hè, vandaag, meneer Brax. Nou, het punt van dat hij uitdagend was, spotbedreven, zeer kritisch schreef. Dat heb ik geprojecteerd tegenover de ijdelheid van de gemiddelde politicus. Dat sloeg aan en dat deed Erasmus ook. Ja, dat opzicht heb je de vergelijking getrokken. Ja, maar de vraag is of u dat eergisteren ook al deed. Ja, kijk, daar zit ik ook de hele tijd aan te denken. Ik heb overigens een bijzondere positie als een beetje afstandelijke voorzitter van de Eerste Kamer natuurlijk. Maar toen dit zich de verkiezingsstrijd, het belangrijkste moment van strijd over de vrije menings- en binnen de vrije meningsuiting, in volle hevigheid voor. En dan ben je natuurlijk wat voorzichtiger om vleiend te worden over een van de partijen daarin. Wat mij betreft elk van de partijen. En als dat dan op deze afschuwelijke wijze wordt afgebroken, omdat een absolute grens in de democratie overschreden is, dat je die vrije meningsuiting gewoon door overmacht en zelfs door moord ontkracht, ja, dan is het moment daar gebroken dat je de dingen zegt die je ook eerder wel voelde. Ik heb oprecht deze uitspraken gedaan, omdat onmiskenbaar Pim Fortuyn, en met name het laatste half jaar groeiende, een bijzondere rol in de publieke discussie heeft gespeeld. Meneer Van Mierlo, kunt u zich voorstellen, het is natuurlijk begrijpelijk, er is iets vreselijks gebeurd, er is een man vermoord, en iedereen ziet nu en spreekt over zijn goede kant. Maar kunt u zich voorstellen dat die mensen in Rotterdam en elders toch zoiets hebben dat een beetje krokodillentranen lijken? Ik kan alles voorstellen, maar het doet geen recht aan de gevoelens die er nu aan beide zijden zijn. De aanhangers van Pim Fortuyn is hem voorgegaan, heeft zeer provocerend is in het strijdperk getreden, heeft daar een nieuw gedrag ontplooit. Daarin is zij provocatief weer tegemoet getreden door de anderen. En ik vind het heel normaal dat de mensen de lege plek in dat strijdperk nu gewoon aan alle kanten missen. Dat is heel normaal en het is ook doodnormaal dat je nu die andere kant belicht en niet meteen weer terugdenkt aan al die provocaties die van beide zijden zijn gevoerd. Ik bedoel, dat is menselijk. Het is niet de slechtste kant van de politiek. Maar heeft het ook niet, want dat ben ik met u eens, maar heeft het ook niet het risico of werpt het al de schaduw vooruit van een gevestigde politiek die eigenlijk het probleem inpakt en inkapselt en dus straks weer gewoon door kan gaan met de oude manier van politiek bedrijven? Het mooi afrondt, maar dan verder gaat op de eigen weg. Ja, nou ja, het is het traditioneel wantrouwen tegen de gevestigde politiek, maar ik denk dat het in dit geval toch niet meer opgaat. Het is misschien een rare vergelijking, maar met de Nederlandse gemoedsrust in politieke zin
is misschien hetzelfde gebeurd als met de Amerikaanse op de 11e september. Er is iets gebeurd wat niet zomaar terug te draaien is. Ik wil niet zeggen, ik wil niet de omvang vergelijken. Maar er is iets heel bijzonders gebeurd. En als je nu de moeite neemt om langs de Bloemenzee te lopen. Ik heb dat net gedaan voordat ik hier kwam. Ik heb vooral, het viel me trouwens op dat de bloemen duurder waren dan de gemiddelde bloemenhuldes die gebracht werden bij overlijden. En dat is een hommage aan de elegance van Pim Fortuyn. Maar wat mij vooral opviel, dat waren de ontroerende teksten. Zoveel vertedering en tegelijkertijd zoveel radeloosheid, dat ik graag zou willen dat onze staatsrechtgeleerden eens dat rondje zouden maken en daarna de fractieleiders van de zogenaamde gevestigde politieke partijen, om eens na te gaan wat hier precies uitspreekt. Die kreet om een ander soort politicus en dus eigenlijk om een ander soort systeem. Maar dat is wat ik misschien wel vrees, is dat die consequentie niet getrokken gaat worden. Weer opnieuw niet. Nee, precies. Dus even terug naar het inkapsel van het Scheffer. Denk jij dat ook? Dat het dus wel meevalt met het feit dat de reflex is, dat het inkapseling is? Dat het inderdaad in ieder geval natuurlijk goed gemeende woorden gaat. Daar twijfelt niemand aan. Maar, moeten vaststellen in die afgelopen maanden, is de betrekkelijke onmacht van die partijen om op Fortuyn te reageren. Laten we dat toch vooral in herinnering vasthouden. En ik heb op geen enkel moment heb ik de indruk gekregen dat men werkelijk tot zich door liet dringen wat er aan de hand was. En dat is al jaren zo, want ik ben het wel met Van Mierlo eens dat er natuurlijk veel kritiek op het functioneren van de democratie is. Maar er zijn ook inhoudelijke problemen. Bijvoorbeeld, en dat is toch een kernpunt van Fortuyn geweest, het hele debat over de multiculturele samenleving, over migratie. En daar zag je dus al jarenlang dat de meningsvorming in het parlement en de publieke meningsvorming steeds verder uit elkaar dreef. En voor iedereen die wilde kijken, was dat vaststelbaar. En als je dus probeert die radeloosheid onder woorden te brengen, dan moet je het over dat soort vragen hebben. Je ontkomt er niet aan om het over die problemen te hebben. En dan los je het dus niet alleen op met een gekozen burgemeester of een referendum. Hoe interessant dat ook is, het gaat om wezenlijke inhoudelijke vragen. En ik denk dat mensen dus nu het gevoel hebben dat degene die dat onder woorden bracht, vaak op een omstreden manier, maar toch onder woorden bracht, dat daar nog niet zo snel een vervanger voor gevonden is. Meneer Braks, je kan op zichzelf zeggen dat de grootste verdienste van Fortuyn in elk geval was dat over die problemen nu veel opener wordt gepraat in elk geval dan voordien. Maar goed, praten, dat lost niet alles op. Wat ziet u nou in uw kring, u bent de Eerste Kamervoorzitter, maar ook in het CDA, welke les moet een grote partij als het CDA bijvoorbeeld trekken uit wat hier gebeurd is, concreet? Op de eerste plaats denk ik dat het ernstige voorval, toch een markeringspunt blijft in de Nederlandse samenleving. Want we zijn op een geweldige wijze geconfronteerd met de grenzen van vrije meningsuiting en van de democratie. En op de tweede plaats is het niet voor niks aangeslagen. Er was toch nogal wat verzet tegen de bureaucratie, tegen de zelfgenoegzaamheid ook van de bestuurders. Ja. Terwijl er grote problemen waren die nauwelijks bespreekbaar werden. En Pim Fortuyn heeft de ruimte genomen en door zijn persoonlijke aanpak ook gevonden om die bespreekbaar te maken. Ja. Ik denk dat dat een belangrijk punt is wat vastgehouden. Maar wat gaat het beklijven? Ja. Wat gebeurt er dan concreet? Het is altijd zorgelijk, maar ik denk dat intussen de Nederlandse samenleving zodanig ontwikkeld is en de zelfstandigheid van de mensen ook zo vergroot is in de individualisering, dat dat niet zomaar weer terug kan vallen op de oude situatie. Ja, maar dat is de samenleving, maar zijn de politici dat ook? Ja, toch hoop ik dat uiteindelijk de politici gestuurd worden door die samenleving. En ja, dat we want vrije verkiezingen kunnen blijven houden die daar een belangrijke rol in spelen. Geef zelf eens antwoord op die vraag die je stelt. Van gaat het beklijven? Want dan denk ik denk dat het is van de uitslag van de verkiezingen af zou hangen. Namelijk? Buitengewoon problematisch, maar hoe die krachtsverhoudingen straks liggen, dat zal toch echt wezenlijk bepalen of die partijen de wil zullen hebben, de gevestigde partijen, om zich werkelijk vragen te stellen die men zich afgelopen jaren niet heeft gesteld. Ja, of gedwongen worden die vragen te stellen, omdat de verhoudingen zo komen te liggen. Ja, maar je zou dus hopen dat men ook gewoon, laat ik zeggen, van wat er nu zich allemaal aftekent in die samenleving. En dat het dus niet een incident is, zoals men vaak naar Fortuyn heeft gekeken. En het gerelateerd heeft aan 11 september, zei
Dus een korte termijn ontwikkeling. Ik denk dat er echt problemen zijn die al veel langer in die samenleving te signaleren waren. Waar ook over geschreven is. Die mensen onder woorden hebben proberen te brengen. En die toch zeer onvoldoende in dat parlement terugkwamen. En dat heeft iets te maken met de problemen die Van Mierlo al een leven lang aan de orde stelt. Maar het heeft ook te maken met gewoon het onvermogen om inhoudelijk die problemen te benoemen. En maar dat weten we al zo lang. Ja. Nou zit u al zo lang in de politiek, meneer Brax. En het is niet een persoonlijk verwijt, maar u zat erbij. U zegt nou, ja, we moeten nou over gaan praten. Het klinkt allemaal zo mooi, maar waarom is dat dan de afgelopen jaren zo moeilijk geweest? Voor u persoonlijk, als politicus. Nou, voor mij persoonlijk, u verwijst er naar. Ik heb nogal een forse dialoog gezocht vroeger naar de doelgroepen waar ik voor stond. Met zwaar ingrijpend beleid. Landbouwbeleid. Dat was het landbouwbeleid, ja. Ook met name de milieukant in het landbouwbeleid, waarbij forse ingrepen moesten plaatsvinden. Maar dan moet je naar de betreffende doelgroep gaan en elke dialoog aangaan en ook daadwerkelijk in het publiek bespreken. En dat doelde ik straks met het gebruik van het woord zelfgenoegzaamheid. Daarvan moet ik toch zeggen dat in de paarse periode die zelfgenoegzaamheid wat sterk gecultiveerd is geweest. Okay. Meneer Van Mierlo, we hebben straks verkiezingen, 15 mei. De verwachting is dat de lijst Fortuin daar veel zetels zal halen. 30, 40 zetels, niemand weet het. Want de partij zegt, stem, wij houden onze lijst aan voor de Pim Fortuin daar stem op hebben. Wat betekent zo'n fractie zonder leider in de Kamer? Harry Mens zegt het wordt niks, het wordt een chaos. Mensen hebben geen ervaring. Bent u het met hem eens? Ik weet dat niet. Harry Mens kent waarschijnlijk die gemeenschap beter dan ik. Ik weet wel dat het een uitzonderlijk geval is, deze vorm van de lijstvorming. Het is een bijzonder geval van dat er eerst één mens is en dat er een partij bij wordt gezocht. Dat komt nooit voor. Dus daar is het niet vanzelfsprekend dat de mensen die erbij gezocht worden, nu die ene persoon waar het allemaal om ging is weggevallen, dat die nog het bindweefsel met elkaar hebben in die overledene. Dus het past me ook niet om eigenlijk daar op dit moment een oordeel over te geven. Dat is aan hen, maar ik kan dus om die reden uw vraag niet goed beantwoorden. Scheffer? Nou ja, wat je dus krijgt is een parlement met een partij die natuurlijk eigenlijk zonder kern is. Die zal zoeken naar nieuwe bindende figuren. Of dat zal lukken, dat moeten we afwachten. Maar ik hoop dus dat in ieder geval die andere partijen die dat parlement uitmaken, zullen begrijpen wat er in die stem tot uitdrukking wordt gebracht. Ja, maar de vraag is, en dat maakt als uitnodiging tot zelfonderzoek plegen. En daar heb ik eerlijk gezegd echt veel en veel te weinig van gezien. Er is toch werkelijk in dat partijleven, dat is toch werkelijk zo doods geworden. Er is zo weinig aan inhoudelijk zelfonderzoek in die partijen. Dat is zo regeren is beheren geworden. En je zou dus in ieder geval hopen dat men die les opneemt. Ongeacht nu precies de grootte van die zeil. We zullen zien hoe dat gaat. Misschien valt het uiteen in meerdere partijen. Maar misschien moet je zeggen dat de kans zo klein juist daar is op wat jij hoopt. Juist omdat het probleem is dat het een groep mensen is die leider niet meer heeft. Ja, maar daarom is het ook, begon ik met te zeggen, het is onherstelbaar. Ja. Er is werkelijk ook iets gebeurd wat verschrikkelijk is. Praten we zo verder over. Het deugt niet wat in de bio-industrie met dieren gebeurt. Dat was de grote drijfveer van Volkert van der G., de vermoedelijke dader van de moordaanslag op Fortuin. 32-jarige milieuactivist, verbonden aan een milieuorganisatie in Wageningen, Vereniging Milieuoffensief heet het. Het is een organisatie die zich richt vooral op het aanpakken via vergunningen van veehouders die zich bezighouden met de bio-industrie. Ik kon me er helemaal niks bij voorstellen dat hij zoiets zou kunnen doen. Ik ken hem als een hele conscientieus werkende milieuactivist die zich bekwaamd heeft in het voeren van juridische procedures. Daar zeer succesvol in is. En verder is het een pacifist, een veganist. Dus alles wat ik van hem ken staat haaks op wat nu gebeurd is. De verdachte is gisteravond en vannacht gehoord. Hij wenst nog geen verklaring af te leggen. Het motief voor zijn, voor de handeling waarvan we hem verdenken is dus nog niet bekend. Ik kan niet anders dan herhalen wat ik net gezegd heb, dat het erop lijkt dat de verdachte in het bezit is van materiaal dat wijst op milieuactivisme.
Volkert van der G. blijkt te werken bij de vereniging Milieuoffensief in Wageningen. Een actiegroep die zich inzet tegen de bio-industrie. Via juridische procedures proberen ze bondfokkers en veehouders dwars te zitten. Nou, ik ken ze vanuit mijn functie bij LTO Nederland niet ontzettend goed, omdat het geen organisatie is waar wij, regelmatig overleg mee voeren of iets dergelijks. Dat heeft denk ik met een organisatie als deze ook weinig zin, omdat men er nogal vrij forse standpunt op nahoudt en ook eigenlijk weinig behoefte heeft aan overleg. Ik denk dat veel individuele leden van ons de veehouderij ze wel kennen, omdat het een organisatie is die met name bezig is om stelselmatig elke mogelijkheid in de wet te misbruiken. Om de intensieve veehouderij waar maar mogelijk te blokkeren en mensen het werk onmogelijk te maken. Kijk, als hij nou gefrustreerd zou zijn in zijn werk, in de milieubeweging, in de procedures die hij voert, maar hij is een van de meest succesvolle procedeerders op dat terrein. 3 op de 4 zaken wint hij. Dan zou ik me iets kunnen voorstellen als je gefrustreerd raakt, maar niets wees daarop. Hij was wel druk en misschien wat overspannen sinds de geboorte van zijn kind zeer onlangs, maar dat zijn toch allemaal geen verklaringsgronden voor wat dan ook, laat staan voor het gaan schieten. Dus er moet echt iets geknapt zijn. Op internet staat een column van Volkert van der G. Hierin legt hij uit waarom hij milieuactivist is. Tijdens mijn middelbare school werd het gevoel dat er gewoon iets niet klopt sterker. Het wordt normaal gevonden dat je dieren opeet, dat je bij vangst vissen laat stikken in netten. Maar bij mij kwam een rechtvaardigheidsgevoel naar boven. In een beschaafd land zouden die dingen niet horen, vond ik. Maar er is niemand die voor ze opkwam. In de jaren 80 studeert Van der G. milieuhygiëne aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen. Hier ontmoet hij linkse geestverwanten. Sinds een aantal jaren is de verdachte van de moordaanslag in dienst bij de vereniging Milieuoffensief. De grote vraag is waarom de dader Pim Fortuyn als doelwit heeft gekozen. Milieu was geen verkiezingsthema. Of het zou die ene uitspraak van Fortuyn moeten zijn. En dat zou dan moeten zijn dat Pim Fortuyn onlangs gezegd heeft dat het pas afgesproken verbod op het hebben van pelsdierfokkerijen in Nederland wat hem betreft niet zo nodig moet. Nou, en een van de dingen die Volkert gedaan heeft is een aantal procedures tegen pelsdierfokkerijen. Maar dat geeft al meteen weer aan hoe onbelangrijk, want hij voert honderden procedures en daar zitten er ook een paar bij over pelsdieren. Ik kan me voorstellen dat mensen die koppeling zoeken, maar het lijkt me wat gezocht. Ik zie geen rationele reden waarom Pim Fortuyn mikpunt zou moeten zijn van wat dan ook, laat staan van een liquidatie. De woordvoerder van de lijst Fortuyn noemt de vereniging Milieuoffensief een zeer gevaarlijk groepje. Hij vreest vervolgaanslagen op zijn mensen. Ik kan me dat voorstellen dat er van alles nog wat geroepen wordt. Maar ik denk dat het geen pas heeft om de vereniging Milieuoffensief nou in een kwaad daglicht te gaan stellen. Of om het eens anders te zeggen. Wat Volkert mogelijk gedaan heeft, heeft geen enkele relatie met de vereniging Milieuoffensief. Hij had net zo goed bij Albert Heijn kunnen werken. En dan ga je ook geen boycott tegen Albert Heijn beginnen. Het is gewoon iemand waar iets doorgebrand is. En dat betekent dus niet dat de club waar hij uit voortkomt. Een radicale club, maar vechtend met legale juridische middelen en winnend bij de rechter, daardoor ineens in een kwaad daglicht gesteld moet worden. Dat heeft geen pas. Ik handel niet zozeer uit dierenliefde. Ik heb gewoon een basisnorm. Het deugt niet wat in de bio-industrie met dieren gebeurt. Verder handel ik gewoon rationeel. Ik hoef geen dierenvriend te zijn om dieren te beschermen. Veel dierenbeschermers handelen vanuit de natuur is goed. Maar alle donkere kanten van de mens zie je ook terug in de natuur. Dieren beschermen is mensen beschaven, zeggen ze wel. Hier aan tafel, Lucas Reinders. U bent hoogleraar milieukunde in Amsterdam. U kent de wereld van de milieubeweging goed. Eerst even beginnen, de vereniging Milieuoffensief, waar de vermoedelijke dader in actief was. Een uiterst gevaarlijk groepje volgens de woordvoerder van de lijst Pim Fortuyn. Wat is uw opvatting over die groepering? Het lijkt me een rare demonisering eerlijk gezegd. Die groep is heel actief op het gebied van juridische procedures rond bio-industrie. Hij probeert echt de wet toegepast te krijgen en pendelt vooral op en neer de Raad van State, ja. Eigenlijk. Dus het lijkt me
volstrekt onterecht om vanwege één mens de hele groep als zodanig als crimineel neer te zetten. Ik bedoel, het zou hetzelfde zijn als we zeggen van ja, er zit iemand die seksueel intimideert bij de lijst Fortuyn, dus de hele groep is als zodanig seksueel intimideerd. Dat lijkt me onjuist. Nou, is het de justitie zelf die een zeker verband heeft gelegd tussen de dader en de omgeving waarin die verkeert. Wat was uw reactie toen u dat hoorde? Voor mij was het echt een donderslag bij heldere hemel. Omdat het eigenlijk zo is dat de Nederlandse milieubeweging heel erg ingepolderd is, zou je kunnen zeggen. Altijd een punt heeft gemaakt van geweldloosheid tegenover mensen. Dat is dus eigenlijk in alle verenigingen, clubs enzovoort een heel groot punt. En ik denk dat bij iemand echt de stop moeten zijn doorgeslagen om zoiets te doen. Het is volstrekt ongelooflijk en buitengewoon verwerpelijk. Het is onacceptabel dat dit gebeurd is. En ik denk dat natuurlijk zo iemand is gedreven en het kan zijn dat stoppen zijn doorgeslagen, maar het zijn velen gedreven in dit land zonder dat gebeurt. Ik begrijp dat u dat zegt, maar is het mogelijk dat dat toch in de radicale uithoeken van de milieubeweging, en dan heb ik het met name over mensen die opkomen voor rechten van dieren, die ook acties voeren die nou niet zo ontzettend vriendelijk zijn, het Apencentrum in Rijswijk, medewerkers persoonlijk bedreigd, in die uithoeken, dat daar een man die toch nog niet helemaal misschien het op een rijtje heeft, een motief of een motivering heeft gevonden om tot deze daad te komen. Ja, het is natuurlijk allemaal speculeren over wat zijn motief precies is geweest. Het kan zo zijn dat hij Fortuyn inderdaad als een gevaar heeft gezien. Dat moest haast wel. Maar dan denk ik toch dat de stoppen zijn doorgeslagen. Want bijvoorbeeld hebben we Winnie de Jong gezien als mogelijke opvolger van hem. En die heeft zich hier ingespannen om een convenant te krijgen voor eco-varkens, zoals dat heet. Om dus varkens weer beter te behandelen. Ja. Dus het is eigenlijk volstrekt onbegrijpelijk voor iemand die wat meer kennis had gehad van die partij dat je zo zijn gehandeld. Dat begrijp ik. Maar toch even alle zekerheid in die radicale uithoeken van de mensen die voor dierenrechten opkomen. Die ook door de Binnenlandse Veiligheidsdienst als een risico worden beschouwd. Acht u het uitgesloten dat ook daar dit soort mensen misschien toch grond vinden voor zo'n daad? Ja, maar voor zover bekend is deze man echt helemaal gegrepen door de juridische procedures. Heeft hij nauwelijks tijd gehad voor iets anders. Hij was aan de rand van overspannenheid, wordt wel gezegd. Hij had een kind, een nieuw huis enzovoort. Ja. Het zou mij verbazen als hij ook nog actief was geweest in een van die dierenbevrijdingsfronten. Mm-hmm. Ik denk dat het toch waarschijnlijker is dat echt de stoppen bij hem zijn doorgeslagen en dat er geen andere verklaring is. Maar nogmaals, het blijft speculeren, want ik weten niet wat in zijn hoofd heeft afgespeeld. En omgekeerd, dat boek van Fortuyn zelf, wat bijna iedereen weer aan het vergeten is, maar dat boek waar iedereen het over had een aantal weken terug, zit daar trouwens iets in op milieugebied waar mensen boos om kunnen worden? Want dat zult u natuurlijk ook gescand hebben en nagegaan wat daarin staat. Op milieugebied staat er eigenlijk niets in. Hij heeft wel twee andere uitspraken gedaan. Eén uitspraak die is dat hij niet gelooft dat het broeikaseffect bestaat. En de andere uitspraak is dat hij tegen nieuwe natuurterreinen is. Ja. Dat zijn de twee uitspraken, maar dat is niet iets om de stop te laten doorslaan. Want ik bedoel, er zijn meer mensen in dit land die daar zo over denken. In het buitenland zijn er nog veel meer. Dus het is moeilijk voorstelbaar. Ik denk, als er een link is, is die waarschijnlijk met dieren. Maar nogmaals, ik speculeer. Ja, maar dan komen we toch nog even terug op het eerste punt. Dat justitie dus wel die link heeft gelegd en heeft gezegd van deze man wordt verdacht van milieuactivisme. Alleen dat rechercheren we niet verder. Nou ja, wat hij natuurlijk is milieuactivist. Ik bedoel, hij werkt dag en nacht bij spreken. Maar dat justitie dat zegt, wat vindt u daarvan? Ja, nogmaals, het is een zeer verwarrende tijd en men geeft hier eerste reacties waarschijnlijk ook voor een deel onvoldoende uitgezocht. En om nogmaals te plaatsen, dat wij snel wisten van dat hij in ieder geval in een bepaalde hoek zit. Ja, het had ook Albert Heijn kunnen zijn, denk ik, of een atletiekvereniging. Hoe schadelijk is het voor de milieubeweging, dit? Nou ja, het is natuurlijk wel zorgelijk, omdat, kijk, als er zo wordt gedemoniseerd van dit soort verenigingen zijn gevaarlijk, dan wordt dat waarschijnlijk geloofd toch door een deel van de achterban van Fortuyn. En het is denk ik een zeer gevaarlijke ontwikkeling als ze die kans opgaan. Oké, dank u wel. Het gesprek. Goed, de grote vraag is er een klimaat geschapen dat deze verdachte, deze moordenaar tot zijn daad bracht? Zeiden veel Fortuyn-aanhangers en de schuld daarvan ligt bij links of bij de media. De linkse politieke partijen hebben Fortuyn gedemoniseerd. Vandaag rouwden diezelfde politieke partijen met de Fortuyn-aanhangers mee. Maar de linkse organisaties zijn toch niet van plan om zomaar die schuld op zich te nemen. Ger van Westing en Klaartje de Jong doen verslag.
Stop de Hollandse Haarder. Dat was de tekst van de poster waarmee opgeroepen werd tot een demonstratie tegen Fortuyn. Gepland zondag aanstaande. Waarom die titel? Omdat we ons vanaf het begin van de opkomst van Fortuyn hebben verzet tegen het ideeëngoed dat hij naar voren bracht. En we denken dat hij, net zoals Haider in Oostenrijk en Le Pen in Frankrijk, stond voor een politiek van haat. En dat het belangrijk was om, om daartegen een tegenwicht te bieden. En natuurlijk hebben ze nooit geroepen van, was er maar iemand die Fortuyn doodschoot. Maar vanuit die hoek is hij wel gedemoniseerd. En die vergelijkingen met Haider en Le Pen, die hebben ze alleen maar gemaakt om hem te demoniseren. Niet vanwege zijn ideeën, maar vanwege zijn persoon. Men was bang voor hem, men was met name bang voor zijn succes. Heb je daar nu spijt van deze slogan? Absoluut niet, omdat natuurlijk de manier waarop we oproepen en de manier waarop we mobiliseren uitgaat van het idee dat antiracisme nodig is. En dat antiracisme naar voren kan worden gebracht op het moment dat grote groepen mensen de straat op komen om zich daartegen uit te spreken. Dat heeft op geen enkele manier iets te maken met wat er gisteren is gebeurd. En goed, de moord op Fortuyn was het slechtste wat de antiracistische beweging in Nederland kon overkomen op dit moment. Los van los van de strategie, hè, dat het slecht is voor de antiracismebeweging, vind je het ook nog erg voor de man zelf? Ja, natuurlijk. We veroordelen elke vorm van individuele terreur. Maar wat we daarnaast moeten zeggen, denk ik, is dat niemand meer verantwoordelijk is voor het introduceren van een enorm soort intolerantie in de Nederlandse politiek dan Pim Fortuyn dat in de afgelopen maanden is geweest. En dat wel de basis heeft gekweekt waarop dit soort tragische dingen gebeuren. Anderhalf uur na de moord op Pim Fortuyn barst de discussie over hoe dit heeft kunnen gebeuren al los. Voor een RTL-camera beschuldigt Fortuyns partijgenoot en persoonlijk woordvoerder Matt Herbe links Nederland. Pim heeft me vele malen de afgelopen weken gezet. Je moet niet raar opkijken als ik word neergeschoten. Waarom dacht hij dat? Omdat we bedreigingen kregen. En omdat... de haatcampagne eigenlijk die door links is ingezet. En met name door... ik moet het zeggen, helaas, de Partij van de Arbeid voorop, die niet naliet ons in de extreem rechtse hoek te plaatsen. Dat heeft ons de afgelopen week zo verschrikkelijk veel tijd en energie gekost om dat vooroordeel weg te halen. Dat was schandelijk. Pim heeft vele malen gezegd, schandelijk. Ik denk dat Esther Selmatig werd voortaan na 6 maart gedemoniseerd. Als een fascist wordt neergezet, als een soort Hitler wordt neergezet. En... we moeten alleen terugdenken even aan die uitspraken. Hè? Nederland wordt wakker. Nederland wordt wakker! Of wanneer een andere lijsttrekker gaat de situatie vergelijken met de toestanden van de Tweede Wereldoorlog. Onder meer rond Anne Frank. Hier vlakbij, op loopafstand, staat het achterhuis. Waar Anne Frank 60 jaar geleden... ondergedoken in erbarmelijke omstandigheden, in haar dagboek schreef, en ik citeer, ik hoop maar één ding, dat deze haat van voorbijgaande aard zal zijn. Of een andere lijsttrekker schreeuwt op een gegeven moment, dit is geen gewoon rechts, maar extreem rechts. Het is de bijl aan de wortel van de grondwet en de beschaving. Dit is niet gewoon rechts, dit is extreem rechts. Of een andere politicus die zegt, hij is een gevaar voor Nederland. Niet zijn ideeën, maar hij als persoon. U vindt dat Fortuyn het volk bedriegt. Ik vind een gevaarlijke man wat dat betreft. Wanneer je op deze wijze met een tegenstander in debat gaat, dan ga je zodanig met hem demoniseren en haat zaaien, dat er wel gestoorde mensen zijn of groeperingen aan de uiterste links, dat die ideeën kunnen opvatten om hem om het leven te brengen. Want een gevaar ga je toch per slot van rekening elimineren. Vandaag werd bekend dat de verdachte van de moord op Pim Fortuyn een radicale milieuactivist is. Het is nog helemaal onbekend wat nou precies de motivatie van diegene is geweest. Maar ik vind niet dat je een individuele actie zomaar ook kunt vertalen naar links heeft het gedaan. Of heel, het is niet sprake van een organisatie van duizenden mensen waarvan één iemand uitgestuurd is om Pim Fortuyn een kogel door zijn hoofd te schieten of dood te schieten. Dus dat vind ik heel, je ziet echt een polarisatie nou ontstaan. Dus links heeft het gedaan. Dus we gaan
links terugpakken. En dat zie je al ja, min of meer ook met geweld gebeuren. Er is sprake van steeds meer bedreigingen overal vandaag al. En gisteren zag je in Den Haag ook al op straat geweld plaatsvinden. Dat vind ik dus een hele enge ontwikkeling. De verdachte van de aanslag heeft nog steeds geen verklaring afgelegd over zijn drijfveren. In ieder geval zal de discussie tussen links en rechts Nederland over wie...